Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 maart 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag liep ik een klein beetje vast met mijn planning, dus ik moet even improviseren, omdat het me niet lukt om een hele uitzending te maken. Om die reden heb ik twee historische items in de uitzending. Eentje betreft recente historie, de andere een heel stuk langer geleden. Beide zijn in het Nederlands. Als het lukt hebben we ook Morse, opnieuw een stukje Hel X9 bij 1500 Hz en een plaatje SSTV bij W12. We beginnen met Stieringa Ietserda, die beschouwd wordt als degene die de eerste omroepsuitzending deed plaatsvinden. Ietserda zat ook in het groepje heel vroege radioamateurs, waar ook Jan Korver deel van uitmaakte, zoals we die in de historie van onze hobby hebben behandeld. Daarna iets van een hele andere orde, een stukje eigen historie. Vorige week hadden we een gesprek naar aanleiding van het feit dat ik al ongeveer 600 Daily Minutes uitzendingen heb gemaakt. Om die reden herhaal ik zo dadelijk nog een keer de 50ste Daily Minutes, die was van 28 september 2014. Ietserda vertelt hier, je hoort zijn eigen stem, over de eerste radiotune. Ja, meneer Ietserda, wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie-uitzending voor de jaarbeurs in 1919 te Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft, dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik uitzenden, dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsessin. Jammertje. Nou, dat is dan heel merkwaardig. En zou u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer Ietserda? Het is misschien een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat door de radio is uitgezonden. Dan zullen we het eerst even moeten opvinden. Opvinden. Dan krijgen we het. Nu komt een van de drie. U hoorde radiopionier Hanzo Henricus Schotanus Asteringa Ietserda. Kortweg ingenieur Ietserda of nog korter IDZ. Hij wordt algemeen beschouwd als de man die als eerste ter wereld van de radio omroep maakte. Dat wil zeggen, het regelmatig uitzenden van programma's op vaste tijdstippen voor wie er maar naar luisteren wil. Het bewijs daarvoor is nog steeds de advertentie die Ietserda op 5 november 1919 liet plaatsen in de Nieuwe Rotterdamse Courant. 6 november 1919, Radio Soirée Musicale, donderdagavond van 8 tot 11 uur. Het programma wordt gegeven met behulp van een patefoon door middel van een Philips IDZ-generatorlamp, gemonteerd in een radiotelefoniezendstation der Nederlandse radio-industrie op een golflengte van 670 meter. Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radioontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele vertrek hoorbaar worden gemaakt. Volgt nu een herhaling van de Daily Minutes van 28 september 2014. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, zondag 28 september 2014. Vandaag is alweer de 50ste dagelijkse Daily Minutes. Ik ben met deze dagelijkse uitzendingen begonnen op zaterdag 9 augustus. Op de website amateurradio.com staat sinds gisteren een gebruikstest door Tim Kirby G4VXE van de NR4SC high-end 70 MHz CW-SSB transceiver van Noble Radio die onlangs op de markt verscheen. De eerste indrukken zijn dat het apparaat een stuk minder ruis en een rustiger ontvangst geeft dan de combinatie transfeurten met een HF transceiver. Het verbaast veel mensen dat er geen FM in het apparaat zit, maar de NR4SC is met name bedoeld voor de wat serieuzere DX'ers en die zijn gewoonlijk niet erg in FM geïnteresseerd. Als singlebender voor met name FM is het prijskaartje daarnaast ook wel wat aan de hoge kant. Op HamDMR staat een filmpje van Rolf PD3R over hoe je een DMR-repeater kunt koppelen aan een DMR-reflector. Het is een functie die vanaf 1 oktober in geheel Nederland voor iedereen met Hytera-apparatuur en waarschijnlijk ook voor de apparatuur van CSI beschikbaar zal zijn.
PDL AC geeft via verschillende amateurfrequenties aan dat hij werkt aan een netwerk, of om te beginnen een netwerkje, voor de digitale spraakmodus DPMR. Over het algemeen wordt op basis van eerdere ervaringen aangenomen dat een digitale modus op VHF-UHF eigenlijk alleen succesvol kan zijn als er sprake is van een netwerk. DPMR is net als bijvoorbeeld DMR en TETRA een door de Europese organisatie ETSI beheerde norm die moet zorgen dat apparaten van verschillende fabrikanten compatible zijn. Net als DMR komt DPMR voor met verschillende typen vocoders. Bij DMR is het professioneel veelgebruikte AMBE++ veelal de standaard, hoewel Hytera repeaters standaard geleverd worden met zowel AMBE++ als SELP. DPMR van niet-Chinese fabrikanten wordt vaak geleverd met AMBE++. Chinese apparaten worden over het algemeen geleverd met de Chinese Nantong Instituut vocoder. Volgens de ervaringen van mijzelf en verschillende anderen door het land is het bereik van deze laatste vocoder beter dan bijvoorbeeld bij D-Star en is de geluidskwaliteit enigszins beter dan bij DMR. De site etherpiraten.com signaleert een groepje creatieve bouwvakkers die zich kennelijk stoorden aan het feit dat iedereen op het werk naar een andere zender zat te luisteren. Om dat irritante probleem op te lossen was er een 1 watt zender opgesteld op de bouwplaats gekoppeld aan een laptop die voor de muziek zorgde. Wie het kleine niet eert is het grote niet weert zal agentschap Telecom mogelijk gedacht hebben, want de heren werden met een bezoekje vereerd. De gebruikte zender moest per direct worden uitgeschakeld, maar waarschijnlijk vanwege het lage zendvermogen en misschien wel het goede verhaal van de bouwvakkers bleef het verder bij een waarschuwing. Foto's van een en ander zijn te vinden op etherpiraten.com. Op pi4raz.nl trouwens een leuk verslag van de onderdelenmarkt in de lichtmis van gisteren. Als ik het zo hoor, was er ook volop piratenapparatuur en piratenmuziek te kopen op singeltjes. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag te horen om 1900 uur op PI2NOS met meestal een herhaling om 10:30 de dag erop. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat bij de hand, probeer dan de Shorties FM podcast. Wil je mijn nieuws, kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. En vergeet niet die site die ik elke dag noem, hobbyscope.nl, de site van PI2NOS, over hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Hetzelfde geldt voor PI610 en voor PI3UTR. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. What is ham radio? It's the most fun you can have with a radio. Talk to people around the world or even orbiting the world. And you don't need a 2-year contract or internet access to do it. Learn about electronics and be of service to your community. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Let op, mocht je later hebben ingeschakeld, je hebt geluisterd naar een herhaling van de Daily Minutes nummer 50 van 28 september 2014. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break.
En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht.